Wij spraken onder andere met een meisje en een jongen die in tegenstelling tot de meeste ouderen vonden dat Zandvoort er een slechte naam door aan het krijgen is. Zoals in Engeland de Mats en de Rockers onderscheiden zij ook hier twee vijandige groepen. Paulo, is er verschil tussen Nozems hier in Zandvoort? Verschil tussen de groepen onderin? Ja. Ja, de jongens gaan heel anders gekleed. Ik bedoel, de ene die hebben een hele grote vetkuif en de andere die hebben heel ander haar. Ze kleden zich verschillend dus. Hoe noem je nou de jongens die zo'n grote vetkuif hebben? Dat zijn de Nozems dus. En die anderen, die ook een beetje zonderling zijn? Ja, dat zijn dus de kikkers. En hoe ontstaan die vechtpartijen? Ja, ik weet niet. Het is meestal zo, dan loop je met een groepje of je loopt zo alleen en dan kijken die Nozems, die kijken bijvoorbeeld naar de kikkers en dan zeggen ze iets. En dan kan natuurlijk de kikker niet houden, zijn mond niet houden. En dan krijg je zo, nou ja, dan krijg je zo'n vechtpartijtje. Wat vind je dat tegen gedaan moet worden? Nou, ik geloof dat er eigenlijk niks tegen gedaan kan worden. De politie die treedt wel eens op en die zegt wel eens wat en die treedt wel eens op. Hè. Dan nemen ze jongens mee naar de politiebureau, die houden ze nacht de politie al zelf, maar het is elke zondag hetzelfde. Ik geloof dat er niet tegen gedaan kan worden. Vind je het zelf helemaal geen probleem? Vind je niet dat ze bijvoorbeeld als ze thuis het plezier zouden hebben of als ze lid waren van verenigingen, dat het dan anders zou zijn? Ik geloof dat die jongens zelf niet anders willen. Meneer Drommel, de publicaties van de afgelopen paar weken hebben voor sommige mensen aanleiding gegeven om te zeggen dat Zandvoort en de Nozems één zijn. Bent u het daarmee eens? Nee, het tegendeel. Helemaal niet. Hè? Toch is er de laatste weken wel wat gebeurd, ook hier in Zandvoort. Kunt u ons er iets van vertellen? Nou, een hele hoop jongelui die dringen hier allemaal samen. En ze komen als groepjes, komen ze dan van strand af en uit het dorp vandaan. En het is hier allemaal hier op het hoekje, bij het pleintje, bij die patatfrietentjes. En dan komen ze allemaal bij elkaar, weet je wel. Ja, en dan begint de ellende natuurlijk. Hè. Bent u zelf ook niet een keer het slachtoffer geweest? Ja, zeker nou. Ze hebben mijn automaten hebben ze stuk gedrukt en ansekaarten hebben ze uit het vak gegooid en over de straat gegooid, ballen van het scherm afgegooid. Wat denkt u dat de oplossing van dit Nozem-probleem is? Wat moet ik u daar een antwoord op geven? Kijk, automobilisten die uit Amsterdam komen en uit Haarlem, want daar komen ze meestal vandaan. Daar staan ze meestal te lift, u kan dat gebaar wel, weet u wel hoe dat gaat. En ze zijn meestal allemaal het enige gekleed in zwart en... Je ziet ze hier veel lopen op blote voeten en ik weet niet of ze zo uit Amsterdam weggaan natuurlijk, maar die automobilisten moeten ze niet meenemen, want ze hebben meestal geen geld om met de trein of tram hier naartoe te komen. De strandtenthouder Van Dongen heeft niet zoveel last van de Nozems. Meneer Van Dongen, uit de publicaties van de laatste paar weken zou je de conclusie kunnen trekken dat Zandvoort en het Nozemdom één zijn. Bent u daarmee eens? Nee, beslist niet. Heeft u hier veel last van Nozems? Nou nee, niet zo erg veel. Verderop hebben ze wel meer last van mij. Als ze hier komen, wat doet u dan? Ik laat ze gewoon komen. Ik laat ze gewoon binnen en ik bedien ze. Normaal. En wat is hun reactie? Vrij goed. Het is vaak zo dat ze gaan zitten en ze worden bediend. En na een tijdje dan gaan ze weer weg. Of ik zeg dat ze weg moeten gaan als ze in de terrassen zitten natuurlijk. Want dan kunnen er geen andere mensen meer in. En het terras moet wisselen. En reageren ze daar gunstig op? Doen ze dan wat u vraagt? Zeer zeker. Als je dat gewoon zegt, dan gaan ze weer weg. Heeft u de indruk dat ze op een georganiseerde manier optreden? Nou nee, wij bepaald niet. Ze komen wel in een groepje en ze gaan in een groepje weer weg, maar ze gedragen zich individueel echt wel gewoon. Heeft u al eens kleine vechtpartijtjes meegemaakt? Nou, niet direct op mijn erf. Wel hier op de grens van ons gebied met mijn buurman, dat was zondag dan, jongstleden. Dat was wel een gevecht van Nozems en dat zwaaide weer terug dat ze hier geweest waren. Als ze onaangenaam zouden worden en wel zouden gaan vechten, wat zou u dan doen? Ja, daar is zelf kun je daar niets aan doen natuurlijk. Hoogstens de politie. Zou u de hulp van de politie onmiddellijk inroepen of zou u proberen met eigen gasten de zaak te klaren? Nou, ik zou eerst proberen om het zelf te klaren en als het dan niet lukt zou ik de politie roepen. Maar dat is tot heden toe niet nodig geweest. Hoe denkt u dat u het verschijnsel van de Nozems zou kunnen bestrijden? Ja, om ze dus proberen te begrijpen. Geef ze ook eens een kans, laat ze komen en behandel ze ook gewoon. Ik geloof dat we dan al een heel eind opschieten. Dank u wel. U bent een geregelde strandbezoeker hier, meneer. Jawel. Heeft u al last gehad van de Nozems dit jaar? Mijn kinderen wel. Mijn kinderen die kennen hier niet vrij uit. Ze lopen gewoon de kinderen ondersteboven en ze pakken van de kinderen de bal af en de schoppen. En als pa met de kinderen aan het voetballen zijn, dan wordt pa in de maling genomen. En de rest van de strandbezoekers worden hier in de maling genomen. Ze gooien gewoon de consumpties gooien ze om. Ze slaan er de glazen stuk. En ze nemen de hele boel hier in de maling. Hoe vindt u dat tegenover deze Nozems moet worden opgetreden? Zeer hard.
kort, maar hard. Hoofdinspecteur van Maris, korpschef van de Zandvoortse politie, ziet de zaak niet zo somber. Hoofdinspecteur, uit publicaties van de laatste tijd krijgt men de indruk dat Nozemdom en Zandvoort één zijn. Wat vindt u daarvan? Wel, meneer Van Bungen, als u deze associatie gekregen hebt door de recente perspublicaties, dan moet ik dat met alle kracht bestrijden. Wij hebben twee onaangename voorvallen gehad in Zandvoort de laatste tijd. Eén in april en één zondag jongstleden, waarbij de politie dus inderdaad genoodzaakt zag om op te treden tegen groepen jongelui. Maar ik geloof beslist niet dat u zover mag gaan dat u dan mag zeggen dat Zandvoort op het ogenblik door het Nozemdom beheerst wordt. Is het zo dat deze Nozems georganiseerd optreden en komen ze van buiten, gelooft u dat? Wat uw eerste vraag betreft, van georganiseerd optreden, is ons tot dusver bij deze twee voorvallen, zoals ik u zei, niets gebleken. Inderdaad komen ze van buiten. Ik durf natuurlijk mijn hand er niet van in het vuur te steken dat er nooit de Zandvoortse jongens meelopen, maar dat is dus ook duidelijk te begrijpen. Onze bezoekers in Zandvoort die komen nu eenmaal voor het overgrote gedeelte van elders en zijn dus geen inwoners. Hoe is de politie eigenlijk tegen deze Nozems opgetreden, hoofdinspecteur? De taak van de politie is uit de aard der zaak handhaving van de openbare orde. En als deze orde dus verstoord wordt, dan moet de politie daartegen optreden. Daar is ze nu eenmaal voor. De duizenden mensen die hier recreatie komen zoeken, die hebben er dus recht op dat ze dit ook rustig hier kunnen genieten. De politie is natuurlijk tegen de ordeverstoringen die hier plaatsvonden met kracht opgetreden. We hebben bij de Nozemrel, dat woord zou ik er wel voor willen gebruiken, van april, hebben we dus gebruik moeten maken van de gummistok en naderhand zelfs van de kleewang. Dat is dus zonder jongstleden niet het geval geweest. Maar als er nog ordeverstoringen zouden komen van deze soort, dan kan men zich ervan verzekerd houden dat de politie met alle macht hier tegenop zal treden om de orde te handhaven. Bleken de gebeurtenissen in Zandvoort dus in de praktijk misschien gauw mee te vallen? In Amsterdam was de omgeving van de burgemeester De Vluchtlaan deze week 4 avonden achter elkaar het toneel van ernstige vechtpartijen tussen straatjeugd en politie. Wij vroegen een aantal jongens wat ze er deden. Uitdagen, een hier naartoe halen en een gein trappen. Nou, aan sensatiebelust een beetje. Ja? Ja, ik hou wel eens van een geintje. Zo'n saaie boel hier. Nou, zomer voor de gein. Ja, we willen de politie uitvieren. Kijk wat ze doen met al die jongens. Moet je thuis een boekje zitten lezen, heb je ook niks aan.